In zijn tijd als speler van Roda JC maakte hij een van de meest succesvolle periodes van de club mee. Ruud Hesp verdedigde 3 jaar lang het doel in Kerkrade en hij won in die tijd de beker en bereikte de Champions League. Aankomende zaterdag ontmoet hij als keeperstrainer van PSV zijn oude club. En dat blijft toch altijd bijzonder. Er zijn altijd mensen die erbij blijven of die bij een club gebleven zijn. Je komt dus heel veel bekenden tegen. En nou, oude club betekent ook dat je daar dus historie hebt. En ja, vooral de historie bij Roda is natuurlijk wel best wel succesvol geweest. In zijn eerste seizoen 94-95 onder leiding van Huub Stevens behaalde Roda de tweede plaats. Het was een tijd waar hij nu nog steeds met heel veel plezier aan terugdenkt. Ja, het was een geweldige periode. En ik heb het geluk gehad dat ik daarna naar Barcelona ging. Dat was misschien wel mijn mooiste voetbalperiode. Maar mijn leukste voetbalperiode is echt de periode geweest Roda. Het jaar 94-95 was natuurlijk een fantastisch jaar. Hè, waarin we tweede werden met 54 punten. Maar met een groep en een trainerstaf en de staf eromheen. Ja, dat was, iedere dag was eigenlijk feest en je presteert ook nog eens heel goed. Wel. Dus dat is de ideale combinatie die je zoekt als je profvoetballer bent. We hadden een ploeg zonder verdetters, maar allemaal jongens die keihard met elkaar knokten. En die ook zoiets hadden van de onverzettelijkheid die ook bij Kerkrade past, bij Roda past. Ja, die zat ontzettend in het elftal. In 1997 bereikte Roda de bekerfinale. In de Kuip werd Heerenveen met 4-2 verslagen. Voor Hesp een mooie afsluiting van zijn tijd in Kerkrade. Dat was de bekroning in ieder geval voor mij voor 3 jaar Roda. Was niet mijn beste wedstrijd. Maar wat mij daar ontzettend van bij is gebleven is de geweldige sfeer die er hing in het stadion. Voor de wedstrijd kwamen we eraan en het was geel-zwart Roda. Gemengd met blauw-wit Heerenveen. En de sfeer in het stadion tijdens die wedstrijd. En we wonnen met 4-2. En de ereronde die we liepen. En het Heerenveen-vak wat ook nog voor ons aan het klappen was. Plus dan je eigen fans die er zo geweldig de keer gingen. Ja, dat was fantastisch. En het mooie persoonlijk van mij was. Ik was aanvoerder, dus ik mocht de beker optillen. Ik kreeg de beker uitgereikt, weet je. En ik weet dat we 3 uur later in Kerkrade aankwamen. En er was al een krant en daar stond ik met die beker voorop. Dat was voor mij zelf fantastisch. Goed, we hadden het als groep gedaan met elkaar. Maar dat was voor mij persoonlijk wel heel erg leuk. In 2005, nadat hij was gestopt met voetballen, keerde Hesp terug in Kerkrade. Waar hij werd toegevoegd aan de technische staf onder leiding van Huub Stevens. Ik werd benaderd door Roda of ik de functie teammanager in combinatie met keeperstrainer wilde doen. En ik had weer heel erg de behoefte om op het veld te gaan staan ook. Daarnaast kon ik met Huub en met Raymond Attenveld gaan samenwerken, vormden wij de staf. Ja, en nu nog steeds met Huub heb ik heel veel contact, met Raymond heb ik heel veel contact. Dat zijn eigenlijk vrienden geworden, zeg maar. Dus op het moment dat dat kon, had ik echt zoiets van, nou, dit is een kans die ik niet moet en mag laten glippen. Joh. En moet ik zeggen, vanaf dag 1 was de klik er. Ondanks dat Hesp inmiddels alweer enkele jaren weg is bij Roda, gaat de huidige situatie van de club hem aan het hart. Ja, dat doet pijn natuurlijk, weet je, want Roda hoort gewoon in de eredivisie thuis. Je ziet natuurlijk wel de laatste jaren al dat het steeds moeizaam gaat. En dat is wel jammer, want Roda is gewoon een vaste waarde in het betaalde voetbal en die gewoon eredivisie horen te blijven spelen. En als het in Roda of in Kerkrade ook maar even loopt, dan is het ook leuk en dan is het lekker stadion goed gevuld en zo. Dus dat doet pijn omdat je ook nog gewoon veel mensen kent binnen de club. Weet je wel? En je weet hoezeer Roda in de harten leeft van en supporters, maar ook mensen die bij de club werken. Dat is pijnlijk. Sentimenten tellen niet in het voetbal en zo ook niet aanstaande zaterdag. Nee. Goed, dat is. Roda moet zorgen dat ze in andere wedstrijden de punten pakken. Want wij willen met PSV natuurlijk zo hoog mogelijk eindigen. En zaterdag telt het even niet. De andere wedstrijden mogen ze allemaal winnen.